De economische crisis in Suriname kan nog 2 jaar duren. De eerste tekenen dat wij in een crisis zouden belanden waren 3 jaar geleden reeds merkbaar. Echter heeft de overheid toen niet ingespeeld op de vooruitzichten. Winston Ramotarsing, voorzitter van de Vereniging van Economisten, VES, zegt dat er een gebrek is aan dollars omdat Suriname minder dollars is gaan verdienen. Waren onze inkomsten in 2013 nog $2,7 miljard, anno 2016 is dat slechts $1,5 miljard. Doordat wij minder dollars hebben verdiend, kunnen wij ons ook minder permitteren, zegt de VES-voorman. De oplossing voor de huidige crisis is naar zijn zeggen export. De overheid moet samen met het bedrijfsleven om de tafel om te weten te komen hoe zij kunnen groeien in productie en export. Dit advies hebben wij dan ook meegegeven aan de overheid, zegt Ramotarsing. Er zijn nieuwe kansen. Met deze koers hebben heel veel sectoren hebben nu wind mee. Ik noem maar, de rijstsector kan nu exporteren en veel geld verdienen. De houtsector, als je meer gaat verwerken hier, kan je veel meer dollars verdienen. De groentesector, ja. De vissector. Dus er zijn genoeg kansen. Ik hoor u niet zeggen de mijnbouwsector. De mijnbouwsector heeft nu even een dip. Okay. Maar dat gaat, in de toekomst gaat dat weer veranderen. We kennen de cycli. Maar nu moet je even niet op de mijnbouw gokken. Heeft u deze adviezen ook gegeven aan de regering, aan de minister van Financiën? We hebben sinds het aantreden van het nieuwe bestuur, een maand of 3, 4 geleden, hebben we om een gesprek met de minister gevraagd, helaas. Maar we hebben wel onze adviezen publiekelijk en in een besloten vergadering aan het parlement aangeboden. En die hebben ze gebruikt in hun commentaren op het stabilisatie- en herstelplan van de regering. Ja. Dus we hebben wel een hand uitgestoken om te helpen, want we weten dat de regering gebrek aan kader heeft. En de vereniging beschikt over een aantal mensen die zowel bij de overheid als bij het bedrijfsleven werken. En die vrijwillig ze willen helpen om snel uit die crisis te komen. Helaas is die uitgestoken hand nog steeds uitgestoken. Bij velen bestaat het idee dat de stap naar het Internationaal Monetaire Fonds, IMF, heeft geleid tot de crisis of deze heeft verergerd. Ramotarsing zegt dat het niet eens nodig was geweest om naar het IMF te stappen als er discipline aan te pas was gekomen. Maar eenmaal in deze situatie beland, vind ik de keus voor het IMF de minst slechte, zegt de VES-voorzitter. Ik geloof nog steeds dat als die overheid in staat is, die discipline die ze in dat memorandum die zij hebben opgesteld en naar het IMF hebben opgestuurd voor zichzelf kunnen waarmaken, dat wij binnen niet al te lange tijd, misschien 1 jaar of 2, uit die crisis zijn. Helaas merk ik bij de overheid niet dat ze capaciteit ontwikkelen om zich aan die discipline te kunnen houden. Het gezwalk beleid en de overbestedingen, die maar niet ophouden, dat ik bang ben dat ze die discipline niet gaan kunnen volgen. Maar ik hoor u zeggen 1 jaar of 2, nog zo lang hebben wij te gaan in de crisis? Ik wil geen brenger van slecht nieuws zijn. U weet toch, in het verleden werden brengers van slecht nieuws aan 4 waarden gebonden. Ja. Maar ik wil ook niet dat het volk leeft in de gedachte dat het over 3 maanden voorbij is. Of 6 maanden, of 8 maanden. Ik denk dat de crisis is niet ontstaan in 3 maanden. We zijn 3 jaar al in crisis. En het gaat nog even duren voordat we eruit zijn. Zelfs bij het beste beleid. Laat staan als we kwakkelend beleid voortzetten. Aldus de voorzitter van de Vereniging van Economisten, Winston Ramotarsing, die gisteren te gast was in het programma Panorama. De VES-voorman is optimistisch over de toekomst. De verwachting voor de komende periode is dat de overheid een reikende hand biedt aan het bedrijfsleven om een programma voor export te maken. De VES-voorzitter blijft erbij dat deze crisis niet gekeerd zal kunnen worden als er niet met het bedrijfsleven wordt samengewerkt.